En welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Jennifer Dekkers. En het is morgen eerste paasdag. Maar gisteren heb ik niet gevlogd. De reden is omdat gisteren de beste vriendin van Vince werd gecremeerd. En we konden daar niet bij zijn. En Vince heeft het daar best moeilijk mee gehad. En iedereen op TikTok vroeg aan Vince of hij een spelletje Fortnite kwam spelen. Of iets anders van een spelletje op de PlayStation. Maar Vince had daar helemaal geen behoefte aan. Hij was gewoon de hele dag in bed eigenlijk. Om het op zijn manier te verwerken. En ik wou hem troosten, maar hij wou alleen maar met rust gelaten worden. Iedereen doet het op zijn eigen manier. En de reden dat ik zeg dat is zijn beste vriendin. Omdat hun tweeën met elkaar in revalidatie zaten. En heel veel met elkaar omgingen en zo. En ook bij elkaar op school hebben gezeten, als ik het goed heb of zo. Dus opleiding proberen wat niet goed ging voor Vince. Want hij kon er niet meer onthouden. Dat was voor hem te moeilijk. Want zijn geheugen is ook aangetast door het ongeluk wat hij heeft gehad 17 jaar geleden dit jaar. En daarom hebben we niet gevlogd gisteren. Het was ook echt heel rustig eigenlijk. Helemaal niks doen eigenlijk. En uiteindelijk kwam Vince wel uit bed. Heb ik gezegd, kom, we gaan een kaarsje voor de opsteken. Of aansteken, weet ik hoe ik het moet noemen. En dat hebben we hier zo met dit ding gedaan. Dit ding die draait rond als er een kaars in zit. Komt door de warmte. Daarom heb ik niet gevlogd gisteren. Dat was eigenlijk voor Vince beter. Vandaag ga ik dat wel doen. Ik ga boodschappen doen en ik verwacht al sinds gisteren eigenlijk een pakketje. De Air Up fles. Maar die zou gisteren eigenlijk binnenkomen, stond er. En er stond bij dat die al afgeleverd was. En ik dus had iets van, hoe dan? Alweer zo'n geval dat die niet geleverd is. Terwijl hun beweren van wel. Maar bij bol.com zeiden ze van, hij komt morgen. Vandaag dus. Oké, wat jullie willen. We gaan door. Nou ja. Maar ja, waarom ik nou straks boodschappen ga doen, is omdat Koop morgen komt. We gaan gourmetten. Hartstikke leuk. Even een dagje zondigen van die Modifest. Vince wil het 6 weken doen. Ik niet. Dat doe ik echt niet. Ik heb iets van, er is tegen mij 4 weken gezegd. En nou, makkelijk zat. En nou even, want ik geloof ook niet dat het even gezond is hoor. Zoiets. Crash diëten. Niks voor mij eigenlijk. En ik ben nog wel blij met Maren, zodat het nu korter is. Het voelt even wat gezonder. En de zon schijnt weer. En hij gaat weer. Oké. Of zij. Iedereen zegt zij, dus ik zeg ook maar zij. Maar ja. Ondertussen kan ik ook wel weer gaan editen. Ik heb een paar vlogs verkeerd in elkaar geflonst. En dat moet ik even opnieuw doen. Ik ben een beetje in de war geraakt, want ik ben ook bij mijn buren geweest en die vlog moet ik nog eventjes anders doen. Ik was vergeten die te uploaden. Oepsie, foutje bedankt. Ik moet ook beter opletten wat dat betreft. Dus ja. Dus dat moet ik weer eventjes helemaal opnieuw doen. Niet dat ik opnieuw hoef te uploaden, maar dat ik de cijfers anders moet doen. Of zo. Iemand zei een keertje tegen mij, doe anders zonder cijfers. Dat kan ook. Maar ja, ik moet gewoon beter opletten. Eigen schuld. Dus die cijfers ga ik even veranderen en dan klopt het wel weer, dus straks allemaal. Zo, ik ben eindelijk klaar met alle filmpjes editen. De laatste komt op 8 van dan, die ik heb geëdit vandaag, 8 april. Wat ben ik blij daarmee. Vin slaapt nog en ik wou graag dat hij meeging naar de winkel om een boodschapje te halen. Ik moet me nog aankleden, maar voordat ik dat zeg van... boodschappen, ja. Er moet nog een pakket binnenkomen. Dan moet iemand voor thuis blijven. En ik weet eigenlijk wel wat ik wil hebben. Qua eten voor gourmet en zo. En Vince gaat dan constant naar mij bellen als hij zelf zou gaan. Dus dan ga ik liever zelf. Als hij met me mee was, zouden we denk ik nog veel meer dingen meenemen dan nodig is. Dat hoeft niet. En ik ben nu ook de vlog van Enzo Knol aan het kijken. Ik had dat gisteren al gezien, maar ik vind het altijd leuk om nog een keer te kijken. Ik ben van herhalen. Dat vind ik leuk. En daarin zegt hij dat de vorige bewoners waar die nu in het huis zit, het huis niet netjes hebben achtergelaten. Er ligt nog veel viezigheid, ook in de koelkast. En zoals je bij deze woning had gezien, toen ik hier net kwam kijken, alles was vies. Alles, zelfs de keuken was vies. De laadjes zaten onder, allemaal rotzooi. Er lag nog veel rotzooi, de wc-pot was stuk. De wc-deur was stuk, de slaapkamerdeur was stuk. En dat is nu nog een beetje te zien, maar het is niet erg. Verder, wij storen ons er niet aan. Ik kan het wel even laten zien. Even kijken of dat te zien is. Ja, dat is te zien. Dan denk ik een lamp aan doen. Dit bedoelen we dus. Oh,
Scherp stellen. Dan moet hij wel scherp stellen. Come on. Kijk, dit bedoelen we. Dit was het dus. Toen wij kwamen. En we hebben iets van, het is wel goed zo. Want de andere deur is al vernieuwd. Deze deur is dat. Die is al vernieuwd. En dit was helemaal vies. De muren waren helemaal geel. De vorige bewoonster die rookte ontzettend veel. Nog steeds, want ze leeft nog. En in de keuken was het een puinzooi. Ik heb er wel foto's van, maar die moet ik even zoeken. En dan kan ik ze in de vlog laten zien. Maar het was echt niet normaal. En ik had ook wel gefilmd. Maar of ik dat filmpje kan terugvinden, weet ik niet. Maar dat was gewoon echt heel erg. En daar was mijn moeder nog ook bij. Dus je zal haar dan op de achtergrond horen als ik het filmpje kan vinden. En dat was zo erg gewoon. Dat was echt super erg. Dat was echt niet meer normaal. En ja, dat is niet om over naar huis te schrijven en zo. Dat was gewoon echt erg. De woonkamer hier, ik zal het heel eerlijk over zijn. Dat is zo'n 6 keer overgeschilderd. Vindt zijn moeder had wel gezegd, mijn schoonmoeder dus had dus gezegd, je moet een bepaald spul gebruiken om het eerst en dan oververven. Maar dat waren we vergeten, hadden we niet gedaan. Vindt vader, mijn schoonvader dus, heeft de kozijnen geschilderd heel erg netjes. Daar ben ik echt super blij mee. Had de rails opgehangen, de gordijnrails opgehangen weer, want die hadden eraf gehaald en dan weer opgehangen. En we zouden kijken voor nieuwe gordijnen, totdat ik ineens tegen Vince zei, neem niet kwalijk, laten we toch maar rolgordijnen halen. En toen zat Vince echt zo van, oh oké, is goed. En mijn schoonvader keek van, heb ik voor niks die railing opgehangen, sorry. Maar ja, ik denk in één keer dat we ook wel een goede keuze hebben gemaakt. Want als je kijkt naar de woonkamer hier, hoe klein het is. Als we hier zo de gordijnen hadden opgehangen, moest die bank een stuk verder naar voren. Of je had kortere gordijnen moeten halen of zo, voor alleen daar. Want daar zo hangt ook een reling. En hier zo hangt een reling. Dus dat had ik alleen voor hier kunnen halen, denk ik, voor deze. Maar het is zomers echt ontzettend heet, zoals jullie hebben gezien. Ik heb vaak geroepen van, mag ik niet een airco in huis of zo, maar iedereen zegt nee, doe maar niet, want de woning is van Cordaan. Maar ja, het liefst zou ik dat wel willen, want het is echt niet te harde hier. Het wordt dan 30, 31 binnen en dan echt, oh, wat een verschrikking is dat. En het wordt niet koeler of zo in de zomer. Nogal weet het. Maar dat is zo'n verschrikking voor mij. Ik vind het niks. Ik denk dat meerdere mensen dat niet zo heel erg leuk vinden, die warmte in huis. Maar hey, we moeten eraan wennen gewoon. Nu is het 20 graden, de verwarming staat uit. Hey, hij is weer klaar met uploaden. Weer een vlog klaar. Yes! Maar ja, Enzo, ik snap precies wat je bedoelt. Wat je bedoelt met het huis, dat er echt heel veel dingen niet schoon waren. Dat was hier ook. Gewoon, dat was echt heel erg. Dat was niet normaal. Dus ja. En als je dan nagaat hoe mooi het nu is geworden, ik ben er echt heel blij mee. De muren waren gewoon echt super geel. De plafonds hebben we zelfs gewit, zoals jullie zien. En waar die vingerafdrukken vandaan komen, heb ik ook geen idee van eigenlijk. Maar ja. En we hebben geen behang gedaan eigenlijk. Alles is wit geschilderd. Door ons allemaal. Ook in de badkamer is het geschilderd. Ja, don't ask me why, maar in de badkamer is ook geschilderd. De badkamerdeur, ja, dat was een verschrikking, maar dat is nu goed. We zijn echt met heel veel mensen hier binnen geweest. Op een gegeven moment, de vloer is er ingezet door Vince familie. Zijn neefjes en zwager en vader hebben dit gedaan. En ik geloof ook een oom, maar dat weet ik niet zeker. En ik weet niet of het zo gelegd moest worden of dat dat anders moest. Ik heb geen idee, maar ik denk dat het goed is. Sommige mensen zeiden, waarom hebben ze dat niet weggehaald dan wat tussen de deur zit? Dat weet ik zelf ook niet, maar ik zit er niet mee. Ik vind het goed zo. Ik ben al lang blij dat het zo goed gelukt is eigenlijk. Kijk, en als je niet snapt wat ik bedoel, die zwarte dingen dus, die drempels, waarom dat niet weggehaald is, dat weet ik zelf ook niet. Maar ik vind het prima zo. Het is goed. En ik ben blij. Ja, dat ding gaat ook nog naar de slaapkamer. We gaan binnenkort wel weer de was doen, maar morgen komt Co. En dan gaan we Pasen vieren. Met excuses. Ik ga weer eventjes een klein beetje opruimen en dan ga ik boodschappen halen, denk ik. Oh ja, aankleden lijkt me ook eerst handig. En de reden dat ik zeg opruimen, ik vind het nogal een rommeltje geworden weer. Ja, ik ben de laatste tijd wel weer van opruimen. Yeah. Nou ja, tot straks allemaal.
Nou, ik ga dit dus opruimen. Het is weer een bende, vind ik. Eerste klas hier zo. En dat ga ik opruimen. Vindt ze in de staan ze film aan het kijken. Heel gezellig. Ik kijk volgende keer mee. Dus... Ja, moet jij Skypen was? Ja, ik ben net klaar met Skypen. En nu ga ik even alles opruimen hier zo. Alles een mooi plekje geven. En dan kunnen jullie nu zien hoe het er nu uitziet. Echt alles hier zo. Wat op de bank ligt gaat eventjes een andere plek krijgen. En wat hier allemaal ligt, op de tafel ligt de afwas. Dus dat gaat allemaal in de vaatwasser. Ook heb ik de air-up fles ontvangen eindelijk. Hij lag hier boven voor de deur. Ik denk dat de buren dat hebben gedaan. Maar we hebben helemaal geen bel gehoord of zo dat die bezorgd zou worden. Maar Vincent zet hem eerst even in de vaatwasser. Nou ja, hij meurt naar nieuwigheid. Dus dat gaat eerst gebeuren. Ditte. En ik heb al wat eten gehaald voor morgen. Dat gaat ook gebeuren. Dat lekker gourmetten. Maar morgen gaan we nog een keer naar de winkel toe. Ik ben wat dingetjes vergeten en ik wou vandaag niet meer weg. Ik had iets van, het is goed zo. Dus dat gaan we morgen doen. En Vinci, wat ga jij nog doen allemaal? Met de film ga ik denk ik... bezig wat oefeningen doen. En, oefeningen? Ja, enkel. Voor je enkel? Oké. Okay. Nou, voor je enkel ja, want voet is weer een beetje dik aan het worden. Dus hou je nu even omhoog doen, anders het kussentje onder je voet. Ja, komt goed? Oké. Okay. Nou ja, tot straks mensen, dan is hier alles opgeruimd. Nou, de air-up fles waar ik het een tijdje geleden over had, is deze. We hebben hem binnen, hij lag voor de deur hierboven. Dus een van de buren heeft hem boven gelegd bij mijn deur. Maar dan denk ik van, klop dan aan of bel aan of zo. Want wij zaten de hele dag erop te wachten en niemand heeft aangebeld ervoor of zo. Geen pakketbezorger, niks. En dat is zo irritant. Ik geloof dat ik dit eruit moet halen of zo. Ik heb wel de beschrijving gelezen, maar ik begrijp er nog niet zo heel veel van. Oh, dat is hem al. Oh, dat ruikt lekker. Even kijken. Zo moest die. Geloof ik. Dit is die fles namelijk. Even duwen. Zo. Ja, het lijkt me handig als ik eerst water in doe. Eerst water erin doen. Hier zijn die flessen. Auw. Ik ben ook heel benieuwd hoe dit gaat smaken. Zo drink je wel in één keer heel veel water. 650 milliliter in. Ja. Dit moet zo, geloof ik. Dat is niet goed. Kijk, dit moet zo, denk ik. Wat ik moet doen nu. Zo. Nee, volgens mij doe ik het helemaal fout. Ik snap niet zo goed wat ik moet doen. Ik snap het niet. Misschien moet ik nog beter die beschrijving lezen. Even kijken, want die heb ik in de woonkamer gelegd weer. Dat heb ik ook weer eens. Gebruik. Nou, daar gaan we hoor, met gebruik. Maar is dat toch moeilijk als je het niet altijd snapt. Nou, hier gaan we. Zoek een smaak uit en neem de gewenste pot uit de bewaarzak. Plaats de pot op de siliconen kop en druk hem naar beneden. Ja, dat is. Ik moet hem dus naar boven trekken. Maar hoe dan? Oké. Okay. En dan. Nu is je pot geactiveerd.
Dan wordt de lucht gearomatiseerd zodat je een aroma waarneemt bij het drinken. Telkens nadat je de fles hebt geopend kun je weer kiezen smaak aan, smaak uit. Dus naar boven smaak aan en naar beneden is smaak uit. Maar wat dan? Ik snap er helemaal niks van. Wat moet ik doen? Welk mondstuk? Ik snap hem niet heel goed. Ja, dit is van Air Up. Het werd me aangeraden door een vriendin van mij, Narissa. Dankjewel nog. Maar nu moet ik even uitvogelen hoe dit allemaal werkt. Ik ben echt zo ongeduldig hiermee. Wat moet ik doen? Vince, help je even mee? Ja. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ik heb hem nu wel omhoog gedaan, wat hier staat. Maar ik weet niet of ik het goed heb gedaan. Want nu zie je hem omhoog. Zo doe je hem omlaag. En zo gaat hij omhoog. Nu is hij geactiveerd, staat hij. En er staat bij, nu is je pot geactiveerd. En wordt de lucht gearomatiseerd, zodat je een aroma waarneemt bij het drinken. Nou, dat staat er. Als je daar wat staat, dan ja. Drink jij het? Je hebt toch veel. Ja, drink jij ook iets? Ja, ik heb net al gedaan, maar ik proefde niks. Daarom wil ik vragen, ja, wil jij eens proberen alsjeblieft? Kun jij proberen even? Proef jij enige smaak of zo? Het ruikt wel een vrucht, maar gewoon water. Dat is de bedoeling ook. Ik denk dat het de bedoeling is dat je die geur ruikt of zo, en dan water drinkt. Ja, toch? Dit is ja. Ik snap hem niet. Ik heb wel gelezen. Dus als ik sowieso dus zou gewoon een strop nemen en drinken. Ja, maar dan is het geen water verder. Is toch stroop, het is toch water, wat bij stroop? Ja. Want dat is weer met suiker, hè? Ik laat jullie ook even zien wat er staat. En Vince drinkt ook weer. Ik laat mij weg. Ik snap hem niet. Ik snap hem echt niet. Volgens mij is het, je ruikt dat het een vrucht is. Ja. En dan zou je die reuk, je smaak ook moeten beïnvloeden. Het zou goed kunnen. Het blijft een beetje vreemd voor mij hoor. Maar ja, het is wel leuk. Je let erop dat je de fles niet te veel kantelt. Tijdens het drinken. Je moet aan het mondstuk zuigen, anders proef je niks. Dat is toch dat mondstuk? Je moet het proeven, zeggen ze. Heb ik het verkeerd gedaan dan? Ik snap er echt geen ene hout van. Ingewikkeld gedoe is dit. Maar hij is wel binnen in ieder geval. Je hebt er niet voor hoeven te wachten, want hij lag voor de deur, hè? Ja. Boven. Kun je gewoon loslopen? Ja, eigenlijk wel. Nee, ja, hallo. Toen ik wegging was het iets van 1:30. Ja. Ben ik een uur weg geweest? Zoiets. Wauw. Ja, ik ben in de Albert Heijn geweest en morgen gaan we weer even naar de winkel nog wat andere dingetjes halen. Maar dan moet je wel op tijd opstaan. Ja, we gaan samen, Pies. Nou, gewoon lekker. Ja, ik maak je om 10:30 wakker. Trek maar uit bed. Wat zeg je? Trek hem maar uit bed. Oké, dan trek ik deze keer je voet uit bed. Nee. Ja. Dan gaan we gewoon naar Oostpoort toe. Klopt. Ja, dat kan ook. Tenzij het te koud is, dan gaan we gewoon anders doen, denk ik. Jij moet ook die scooter een keertje opladen. Kunnen we aan de buren vragen of ze kunnen helpen.
Even dat kring opladen, ik word daar gek van. Nou ja, het is een leuk idee dit. Ik ruik het wel, maar ik snap er helemaal niks van. Dus laat even in de comments weten wat ik fout doe. Volgens mij heb ik het niet goed gedaan. Nee, dat denk ik wel goed. Zoals ik zei, je reuk beïnvloedt dan ook je smaak. Maar je moet het ook proeven, zeggen ze. Of staat er bij, maar... Dit is de user manual. Bring new. Ja, erop. Ja, oké. Ik denk dat ik dit soort dingen echt zo fout doe. Nou ja. Leuk avontuur met de air-up fles. Dag, dankjewel Nerissa. Hallo. Nou, voor de mensen, dit is mijn vlogcamera. Zeg allemaal even gedag. En dit is Bambino. Met hem gaan we binnenkort een keertje meeten. Hartstikke leuk. Jullie horen het. Jullie horen het en daar komt ook zeker een vlog over. Ja. Jennifer, die filmt alles. Even scherp stellen. Zo. Ja, hij is scherp nu. Mooi. Dus wil je iets gezag zeggen of zo, dan kan gerust, behoud wel netjes. Want ook dat komt in de vlog als je schuine taal spreekt. Dan weten ze de mens hoe dom je bent. Inderdaad. Hoi camera. Hoi vlog. Hoi hoi. Nice. Super, super leuk. Hoi camera. Hey camera. Hey, alles goed? Alles gaat goed hoor. Jij met jullie? Perfect. Zekers. Jojo, ik zal de jojo even zoeken. Oh nee, die heb ik niet. Hey, wat jammer nou. Ik weet niet wie dat is, Casper Beek. Geen idee wie dat is. Misschien een shout-out naar hem. Nou, doen we een shout-out naar hem. Hoppa. Goedenacht, camera. Die vind ik goed. Ja, echt, hè? Goedenacht. Ja. Maar echt, dat is gewoon zo, ja, dit is met de vlogcamera zo en dan vertel ik gewoon altijd een beetje wat ik doe. En ik probeer ook wel een beetje leuke dingen te doen, maar ik weet nog soms nog niet zo goed wat. Mensen reageren wel nu. Ja. En dat is ook wel leuk, dan kan ik door hun ook weer ideeën opdoen, dat is ook wel mooi. Leuk, superleuk. En als mensen tegen mij zeggen, zo in echte leven, dat ze fan zijn van mij, dan word ik heel erg verlegen. Ik ben sowieso fan van jou. Ik ben sowieso fan van jou, Vince. Ik ben fan. Jullie hebben sowieso een ja. Trouw fan erbij. Yay! Kijk, jullie hebben ook een echte fan erbij. Een real fan. Wat voor werk ik doe? Zinvol werk. Even kijken. Nu zegt niemand iets. Nou, Faap, je bent er weer. Hey, hey! De vlog staat aan. Alles gaat goed. En maar door. I love you. Oh, dankjewel. Ben je niet moe? Jennifer, nou ja, straks. Jennifer is gewoon aan het vloggen. Ja, live ja. Op TikTok. En live op TikTok. Gevaarlijk. Gevaarlijk, hè? Gevaarlijk goed bedoel ik, hè? Gevaarlijk goed. Waar is Vince? Op de bank. Hallo, hallo, zegt Faap. Shout-out naar Casper Beek, alsjeblieft. Maar dat wordt ook in de vlog getoond, dus dat zien jullie ook binnenkort. 1990, Jelly 1990, daar kun je deze vlog zien. En als het goed is, komt deze dan 11 april. Simpel werk? Ja, altijd simpel. Lekker makkelijk, hè? Jennifer, je maakt me altijd echt super vrolijk. Ga zo door. Dankjewel. Ben je niet moe? Nee. Jij, Spa, ben jij moe? Of lig je al in bedje? Spa, ben jij moe? Ja, ik ken haar ook op WhatsApp. Oh ja. Ze is mijn moderator. Heel simpel werk, ja. Goed, hè? Nou nog voor jou even simpel werk zoeken. Je hebt een horrorfilm gekeken, dan kan je denk ik niet meer slapen, zeker. Mij niet gezien met horrorfilms. Ja. Fempi! Babino, je bent een goed voorbeeld voor anderen die één cultuur, die cultuur of één kant scheren vriendelijk. Ja, echt inderdaad. Thanks. Alleen maar liefde, respect. Oh, Faap kan niet meer slapen. Ze heeft een horrorfilm gekeken. Ja, dat moet je niet doen, hè? Nee, je moet sowieso niet s'avonds laat een beetje horrorfilm gaan kijken. Want als ik horrorfilm ga kijken, dan droom ik erover in de avond. Dat als ik in de avond ga kijken, bedoel ik, dan droom ik erover. Ja, nou dan kan je beter geen, dan kan je beter niet zulke dingen kijken, toch? Nee. S'avonds laat. Je wil helpen met Fortnite. Ja, Vince gaat dat binnenkort weer doen. Komt goed.
Voorlopig even niet. Hij wil even alles op een rijtje zetten. Yes. Gun die man even rust en even tijd. Je kan True Crime kijken net voor slapen, dan heb je nergens last van, maar je kijkt een horrorfilm en dan wel. Heel handig. Heel handig. Ai, ai, ai. En Vampie zegt, ja, juist wel in het donker in bed voor het slapen is een favoriet, maar moet je tegen kunnen. Dat dan weer wel, ja. Dankjewel, Soraya. Ze zegt, ik heb je gevonden, ik abonneer je ook op YouTube. Dankjewel. 11 april komt deze vlog online. In ieder geval, 11 april. Hoeveel is het nu? Ja, het is nu eerste paasdag. Hè? Het is nu eerste paasdag. Yes, jullie hoort mensen. Volg haar ook op haar YouTube-kanaal. En volg Official Bambino op TikTok. Zo, alleen maar liefde. Alleen maar kijk, liefde. Official Bambino en dan 7. Zien jullie het hier zo? Ja, mooi. Oké. De vlog heeft het gezien. Het was best wel ziek. Welke film was het? Eventjes terugkijken, want ik had het net niet gezien. You're welcome. Oh, niet, nog niet gezien. Hey, hoi, Kiona. Ik ben even wat pakken zo terug. 2 tellen. Oké. 1, 2. Fijne Pasen allemaal. Fijne Pasen. Over een escape room en red room, et cetera. Oh jee. Ja, iedereen fijne Pasen. Maak er een mooie dag van vandaag. Hoe heet de horrorfilm, Faap? Ik ga gourmetten met Vince en mijn stiefvader. Gaat goed, en met jullie? Zoals jullie zagen was ik live op TikTok met Bambino. Hem gaan we een keertje ook ontmoeten. Iedereen van TikTok wil elkaar meeten. Nou, dat is hartstikke leuk. Sommigen hebben dat al gedaan. En ja, ik hoop dat ik dat ook een keertje kan doen met een aantal. Dus dat wordt hartstikke leuk. En Vince en ik gaan zo meteen lekker slapen. Morgen is het weer een lange dag. Ja, een soort van lange dag. We gaan naar de winkels toe. Waggelen weer. Weer lekker wandelen, Vincey. Hij is nu bezig met een spelletje. Pooltafel of zo, weet ik hoe het heet. Poelen. En het is nu 2:30 s'nachts, dus ik ga mijn nest in. Ik ben moe. En Vince gaat ook zo meteen lekker slapen, zoals ik net al zei. Ik haal haar een herhaling, maar ja, dat moet iedereen nu wel gewend zijn van mij. Ik wil je vragen om op mijn kanaal te gaan abonneren en een blauw duimpje omhoog te doen van vind ik leuk. Zou ik heel erg lief vinden. En dan zie ik jullie weer bij een volgende vlog. Dus bij deze weer, rollatos! Ja.